We zitten hier op het hoofdkantoor van Klik aan Klik uit langs de snelweg in Dordrecht. En naast me zit Jurgen. Jurgen doet de marketing van Klik aan Klik uit. En wij gaan het vandaag hebben over de producten van Klik aan Klik uit. Jurgen, ik vroeg net aan jou van hoe lang bestaat Klik aan Klik uit al? Nou, we bestaan al sinds 1995. Het is al flink wat jaar. Het is al bijna 20 jaar. En we zijn heel simpel begonnen met de pluggen voorin het stopcontact. Iedereen kent met een afstandsbediening of handzender erbij en op die manier al apparaten kunnen schakelen of lampen kunnen dimmen. Ja. Daar zijn we helemaal begonnen. Nou, we kennen Klik aan Klik uit natuurlijk van het hele eenvoudige handzendertje. Hè. Dat is eigenlijk zoals het begonnen is. Daar is een heel mooi startpakket voor. Maar wat natuurlijk super interessant is, is natuurlijk dit Internet Control Station. Mm-hmm. Vertel daar eens wat over. Nou, eigenlijk is dit, stel deze in staat om via je Android smartphone of tablet je verschillende klik aan klik uit ontvangers aan te sturen en volledig naar wens ook te programmeren. Je koppelt deze aan je router, dus je even met een ethernetkabel aan je router, je zet hem onder stroom. Vervolgens download je de app en heb je dan deze weergave, waardoor ik, als ik nu bijvoorbeeld hiervoor kies, dan de gordijnen uiteindelijk kan sluiten achter mij of openen. Dat is handig. Als je dus dat zijn luid, mooie toepassingen, maar ook bijvoorbeeld lampen. Die staat nu heel fel, maar die kan ik ook dimmen, eenvoudig. Ja. Die kun je allemaal programmeren binnen deze app. Ja. Daarvoor heb je natuurlijk wel een aantal onderdelen nodig. Die liggen hier bij ons op tafel. Een van de meer bekende is natuurlijk de opzet ontvanger. Die al in een starterspakket die links naast ons ligt. Maar de wat meer fancy dingen is bijvoorbeeld het inbouwverhaal. Wat kun je daarover vertellen? Het is natuurlijk mooi en dit zijn de bekende geëikte, bijvoorbeeld zoals zo'n setje als dit. Dat zijn voor de mensen denk ik hele bekende toepassingen. Maar het is helemaal mooi als je dat tegenwoordig ook kunt inbouwen. Zo heb je bijvoorbeeld deze module die je kunt inbouwen achter een stopcontact. Waardoor je een mooie inbouwoplossing hebt en de ontvanger ook niet meer ziet zitten. En natuurlijk kun je die weer aanmelden op de box om dat te gaan bedienen. Ook heb je deze mooie inbouwoplossing. Deze zet je eigenlijk achter je standaard enkelvoudige wandschakelaar die je op de muur hebt zitten. Je haalt die van de muur, de bedrading, de twee draden die op die schakelaar zitten, die sluit je op deze twee aansluitingen aan. En deze twee witte draadjes komen dan op de schakelaar te zitten, waardoor je gewoon met die schakelaar die lamp nog aan en uit kunt zetten. En als je hiervan de dimmodule gebruikt, kun je via je app die lamp zelfs gaan dimmen. Dus dat is ook een mooie inbouwoplossing en natuurlijk, ja, binnen een paar minuten heb je dat draadloos voor elkaar. Dus hoef je niet hele ingewikkelde installatieprocedures te volgen. Dus door het inbouwen kunnen we dit soort schakelaars kunnen we uit het zicht trekken. Ja. Deze vind ik ook heel erg grappig. Het is eigenlijk een schakelaar, maar dan zonder draadaansluiting. Wat moet ik me hier precies bij voorstellen? Nou, in principe als je deze hebt, die kun je overal naar wens plaatsen. Dus ja, je hebt mensen die bijvoorbeeld een ruimte anders indelen of denken, goh, het is handig als daar nog een extra schakelaar zit. Dan hoef je niet draden te gaan trekken of leidingen te gaan frezen, maar plak je gewoon deze schakelaar op de muur. Die koppel je met een betreffende ontvanger die is aangesloten op de verlichting, waardoor je eenvoudig die lamp aan-uit kunt zetten of kunt dimmen. Dat hangt er vanaf welke ontvanger je kiest. En het mooie is dus dat deze, ja, het is een heel plat schakelaartje met dubbelzijdig T bevestig je hem. Ja, je kunt ook dat draadloos gaan bedienen. Ja. Nog even terugkomen op de app. De app die je via deze ICS-1000 bedient. Ja. Daar kun je allerlei scènes in programmeren. Wat moet ik daar precies onder verstaan? Een scène is eigenlijk een reeks commando's achter elkaar. Dus je kunt bijvoorbeeld denken dat je drie groepen verlichting tegelijkertijd op 50%. Dus dan heb je drie stappen. Eerste lamp 50, tweede stap is ook weer de tweede groep verlichting op 50%. Maar je kunt ook, zoals ik net liet zien, gordijnen sluiten en een home cinema set aanzetten. Waardoor je met één scène druk je dat je die scène wil starten en worden al die commando's elkaar op elkaar opgevolgd. Dus ben je met één druk op de knop verzekerd dat je een mooie sfeer hebt gecreëerd om film te gaan kijken bijvoorbeeld. Ja.
Dus als we het even een beetje samenvatten, klik aan, klik uit, is een systeem waar je goedkoop kan instappen. Voor 30 euro heb je al dat starterspakketje. Voor iets meer dan 100 euro heb je al deze Internet Control Station, waar je via de app al deze onderdelen kunt aansturen. Mm-hmm. Dus je kunt modulair uitbouwen, niet alleen in je huiskamer, maar ook in de slaapkamer of je studeerkamer. Wat gaat er in de toekomst nog gebeuren voor klik aan, klik uit? Er is de afgelopen jaren heel veel gebeurd omtrent verlichting. Dat is ook echt waar we vandaan komen. We hebben voornamelijk de producten ontwikkeld om ook dimbare LED-lampen mooi te kunnen dimmen. Daar hebben we de ontvangers voor ontwikkeld. Maar we komen natuurlijk ook verwarmingsaansturing, IP-camera toevoegen. Dat zijn de zaken waar we ons nu ook op richten om langzaam het systeem uit te breiden en steeds meer zaken in je woning geautomatiseerd te kunnen aansturen, draadloos. Nou, het ziet er heel goed uit. Dankjewel Jurgen voor je tijd. En dit was de Android World vanuit Klik aan, Klik uit.